is wel echt een nare verhaal. Dan heb je net in beeld gebracht hoe hij werd opgepakt. Ja. Zo hard handen. Ja. Ja, en dan ook nog met vriendelijke medewerking van één van zijn beste vrienden. Ja. Ja, weet je, ik snap dat het ons werk is om hier verslag van te maken, maar ik weet echt niet of ik het einde hiervan wel wil zien hoor. Nee, het is echt een bizar verhaal. Ja. Goed. Dus, hey, ik heb een appje. Judas die heeft zelfmoord gepleegd. Wat? Oh. We hebben een scoop gemist, jongens. Dat is onze bijbelsinterpretatie. Dat gaat voor, pagina. Oh, dat doet me denken aan die andere vriend van Jezus, Petrus. Die moeten we niet uit het oog verliezen. Als jullie hem nou volgen. Ja, we gaan achter Jezus aan, kijk wat ze doen. Waar moeten we nou naartoe? Waar gaan we nou heen? Oh. Van de keizer in deze regio, want die keizer kan niet overal tegelijk zijn.
En hij mag zo meteen, die Pilatus dus, die mag zo meteen recht gaan spreken over het lot van Jezus. Maar die Pilatus is een Romein, dus ik ben erg benieuwd hoe het gaat aflopen. En hij moet ook aan zijn eigen reputatie denken, dus ik weet het niet. Oh, dit ziet er niet goed uit voor Jezus. Ik bedoel, eerst verraden, toen verlogerd, en nu wordt hij hier weer terechtgesteld. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ook. En maak foto's. Ja. Ik was er mijn handen en zij.
Jodenkoning.
goed zo. Goed zo. Nog een paar rode enkels. Enkels, enkels. Mooi, mooi zo. Overrek die handel. Kijk de hand, die koning las los. Ja hoor, hij dan prima zo. Daar in het midden, midden. Tussen zullen lopen, lopen, lopen. Daar hoort hij thuis. Thuis. Nu nog een bordje bij zijn kop.
Sie mein,